Er zijn heel wat mensen die denken dat sporten in de stad erg ongezond is. Maar hoe ongezond is sporten in de stad? Sporten in de stad is eigenlijk wel gezond. De gezondheidswinst van het actief bewegen en het sporten zelf overwegen de nadelige effecten van te sporten in een minder proper lucht. Eigenlijk sport je in de stad het best zo ver mogelijk van de auto's weg. Het gaat hier over fijne stofdeeltjes en hoe dichter je tegen de uitlaten van de auto's sport, hoe meer van die stofdeeltjes dat je eigenlijk inademt. Zoek dus best open ruimtes op of ga sporten in parken. Heeft het zin om een mondmasker te dragen? Dat is eigenlijk weinig zinvol. Want het gaat hier voornamelijk over fijn stof, zeer kleine partikeltjes, die eigenlijk los door het mondmasker vliegen. En als je het echt wil tegenhouden, dan zou je zo gesofisticeerd gasmasker moeten dragen, dat je eerder lijkt op een brandweerman in plaats van op een sporter. Soms wordt er ook gewaarschuwd voor ozonpieken. Nu, het is een misvatting te denken dat ozonpieken in de stad hoger liggen dan op het platteland. Dat is helemaal niet waar. Maar bij ozonpieken is de algemene richtlijn dat je best ofwel je sporten uitstelt ofwel aan een zeer lage intensiteit aan sport doet. Af en toe wordt er ook een smogalarm aangekondigd door het KMI. Nu, wat is eigenlijk smog? Wel, dat is de combinatie tussen mist en de luchtvervuiling, de fijne stofdeeltjes. In die piekperiodes is het uiteraard niet aangewezen om te gaan sporten in de stad zelf. Maar zoek dan eerder open ruimtes op of verplaats je naar het platteland. Woon je in de stad, wel laat je niet afschrikken om te gaan sporten. Sporten is nog altijd veel gezonder dan niet sporten.